Ik doe de catering bij jou vandaag. Is dat niet, Jenny? Hé, smaak mijn best. Jij dan? Ja, oh heerlijk. Oh heerlijk. Heerlijk. Nou, we zijn bij de tweede grote demonstratie van de boeren. Het begint oorlogse taferelen aan te nemen. Ze zijn nu bezig met de slag op het Malieveld. Je ziet het. Het leger is ingeschakeld. We gaan kijken wat deze dag vandaag brengen gaat. Stikstofdiscussies, een en al klinkklare onzin. Iedereen begrijpt dat de natuur een zelfbalancerend systeem is. Als er ergens te veel is, dan komt het bij een ander gaatje wordt het weer leeggetrokken. Dus het balanceert zichzelf. En als de mens zich daarin gaat inmengen, dan is het allemaal met één doel, is alleen maar om extra geld te verdienen. Dan, gisteren ging het al niet lekker bij het Groningse provinciehuis, waar de deuren zijn ingeramd. We gaan nu onderweg naar het Hagenese provinciehuis. Nou jongens, je ziet het, deze berm hier is geblokkeerd. Daar staat één politieagentje die probeert de boel tegen te houden. Maar zoals je ziet, dat lukt niet helemaal. Als ik u was, zou ik iets naar achter toe gaan. Ze gaan achter u langs. Oh, oh. Dag. Wat jullie nu doen, dat mag toch helemaal niet? Ja, dat maakt helemaal niks uit, ja. Wij mogen alles. Je ziet het, iedereen die beukt gewoon door. En ja, nu weer, kijk, daar gaat hij gewoon, hup, ja, over. Ja, je gaat het nooit en nooit tegenhouden. Maar hoe gaan we dan dat doen als deze regel doorgevoerd wordt? Hoe lang gaan jullie door? Nou ja, net zo lang totdat het wordt gedaan. Jesse Klaver zegt dat deze stikstofregel nog maar het topje van de ijsberg is. Ja, dan is het ook nog maar een topje van de ijsberg. Dat als hij door gaat zetten, dan gaan wij ook doorzetten. En dan denk ik dat wij nog wel veel meer hier komen. En nog met veel meer. Hoe kijk je naar alle klimaatdemonstranten? Die pakken wel de manieren op die dus wij ook doen. Dus de weg blokkeren, noem maar op. Dus het zijn net een kudde schapen. Ze kopiëren alles van mijn zijn kant. Ze zijn bang dat ik vastrijd, maar ik ben er niet zo bang voor eigenlijk. Maar, wat ga je nu doen? Ja, ik zet hem even terug. Nou, gelukkig moeten maar een paar vrachtwagentjes weg. Maakt niet uit. Die gaan wel bij de Tweede Kamer staan dan. Zo, wat is hier nou godverdomme gebeurd, joh? Ja, die vrachtwagen staat vast en die moeten wel even houden, hè, want er staan nog 1000 te wachten. En moet de John Deere jou nu helpen? De John Deere gaat helpen. Hey, volgende keer met zwaarder geschut komen, hè? Maar Jan, kom goed. Ze zouden niet op het Malieveld eigenlijk te staan, hè, vanochtend? Nee, maar ja, hè, de staat ze wel. Hoe kan dat? En ja, hoe lang gaan jullie nou door? Ja, zo lang aan het moord. Wat kunnen we verwachten? Heel veel. Achter al die trekkers de omgekeerde Nederlandse vlag? Ja, vind je gek. Is dit nog niet in Nederland, hè? Geen boer kan met 15.000 euro uitkomen, meent je. We hebben gezien wat er in Parijs gebeurd is. De Parijs begonnen ook de boeren met naar Parijs komen. Dat is niet lekker afgelopen. Nee, maar dat kan hier ook gebeuren. Dus zo simpel is dat. Kapotte etalageruiten? Nou, wie weet. Nou, je ziet het. Ja, ik had dit echt al van 100 meter afstand kunnen zien voorspellen. Ze gaan er gewoon langs. De ME is toch weer aan de kant gegaan. Ja, ze konden toch niet inhouden, denk ik. En wat gaan jullie doen? Swipe doll! Met de ME toch iets te heet onder de voeten, dus de ME is vertrokken. Lekker, hè? Lekkere rotzooien van het maken. Mooi, man. Vind je dat goed? Ja, ze maken er een betere rotzooi van als dat kabinet. Dus het gaat prima zo. En ben jij zelf een boer? Ja, Haagse boer. Vandaag ben ik een Haagse boer. Ja, ze zijn wel een beetje bang dat de boeren de sympathie gaan verliezen. Nou, niet van mij, hoor. En ik denk van heel weinig mensen. Ja, maar gisteren is er toch een deur ingeslagen van het provinciehuis in Groningen. Ja, ze moeten bij het Binnenhof ook een paar deuren eruit rijden, joh. Een goed plan, toch? Zou jij dat vervelend vinden? Nee, hoor, helemaal niet. Nee, lijkt me een goed plan. Want? Nou, je moet toch een beetje een statement maken, of niet? Ik doe de catering bij jou vandaag. Is dat niet, Jenny? Hé, smaak mijn best. Jij dan? Ja, oh heerlijk. Oh heerlijk. Heerlijk. In België en Duitsland mag er 140 keer zoveel stikstof worden uitgestoten per hectare. Klopt. Wij zijn als Nederland zijn we zo'n klein landje en dan moeten wij zo ontzettend veel maatregelen gaan nemen, terwijl onze buurlanden, Amerika, China, moeten het gewoon allemaal loslaten. In het buitenland hebben ze altijd nog alles aan hun laars gelapt en dat is nog zo. En de Nederlanders gaan alles, oh, en alles maar mee.
Nou, het is gewoon belachelijk hier. Zou er wel een ruitje voor intikken als het dan geregeld werd? Als het dan klaar kwam, misschien wel, ja. Als er nou één etalageruitje in elkaar getikt moest worden om jou je zin te laten geven? Ja, dan moet dan maar. Mijn moeder zei, ja, één dagje vastzitten is niet zo erg. En dat zei je moeder? Ja. Dus je moeder vindt het niet erg als je een dagje vast zit? Nee, hij wordt er voor over. Hey! We staan hier nu ook karbieten schieten, mag dat? Ja, mag niet, maar ja, wie doet het niet? Een slag op het Malieveld begint het te worden. Ja. Een soort veldslag. Ja, 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 misschien is het ook wel een keer nodig, joh. Het land gaat helemaal naar de kloten met die idioten daar, hoor. Dus, Welke idioten dan? Nou ja, die daar iets verderop in op binnenhof zitten. Alsjeblieft. Mooi biertje. Ja, hier. Ik kan niet achterblijven. Hierover. Zeker, maar ik sluit de video nu af. Oh, dat is goed. Hey, houdoe. Houdoe. Wil jij ook dat Poon blijft bestaan? Word dan nu lid en klik op de link in de video of in de beschrijving.